Deze video is mogelijk gemaakt door het EA Creator Network. Oh, hier wil je toch zitten? Even serieus. Oh mijn god, is deze doorzichtig? Oh my god. Zijn dit schedels of jungle bruiloft? Ze zijn echt al oud gegaan met die regenbogen. Hey Simmers, welkom bij weer een nieuwe Sims 4 video. We gaan vandaag kijken naar de koop- en bouwspullen van de Sims 4 Mijn Bruiloft. Bouwen is mijn favoriete onderdeel van de Sims. Dus ik heb heel veel zin om te kijken welke nieuwe spullen er allemaal zijn. Want de nieuwe wereld is ook echt prachtig. Voordat we gaan beginnen moet ik er wel even bij zeggen dat ik early access heb op dit pakket. Ik speel dit voordat het officieel uitkomt. Dat betekent dat de software nog niet final is. Dus het zou kunnen dat je nog een bug ziet. En dat wordt allemaal nog gefixt voordat het officieel uitkomt. Maar als ik al eerder video's over dit pakket heb geüpload, dan kun je ze daar kijken. Maar goed, we gaan kijken naar de koop- en bouwspullen in deze video. Maar eerst wil ik jullie de wereld laten zien. Ik ben in de Sims. En we hebben natuurlijk al die balletjes van de wereld. En als je erover heen hoevert, dan zie je hoe de wereld eruit ziet. Kijk, het is echt super cute met die vogeltjes die elkaar een kusje geven. We zien de wereld, we zien de trouwboog. Ik vind dit er echt al super leuk uitzien. Dus dat wil ik jullie eerst even laten zien. Laten we gaan kijken hoe de wereld eruit ziet. Oké, jongens. Dit is de wereld van Tartosa. Het is echt een super mooie wereld. Het doet mij heel erg denken aan een Mediterraans gebied. De watervallen hier doen me denken aan de Plitvice watervallen in Kroatië. Super mooi. Het zijn echt stuk voor stuk prachtige kavels. Dus ik heb heel veel zin om hier gewoon sowieso meer te gaan bouwen. Er staat een romantische plekje, sieren de kustregio van Tartosa al jaren en vormen de ideale basis voor liefde en hofmakerij. Vele vakantiegangers en pasgetrouwden keren dan ook na jaren terug om de intimiteit van eerdere bezoeken opnieuw te ervaren. Ze zeggen dat er voor iedereen wel een liefdesverhaal is weggelegd. Vragen de bewoners van Tartosa maar en ze zullen vol overgave smeuïge verhalen vertellen over de plaatselijke huwelijksindustrie. Dat klinkt ook niet romantisch. Maar goed, of in het liefde doorspekte geschiedenis van het gebied. Maar zelfs als Sims hun zielsverwant hier niet vinden, is één ding zeker. Ze zullen absoluut verliefd worden op het land. Nou, ik vind het echt een superleuke wereld. Even kijken wat voor wijken we hebben. We hebben Porto Luminoso hebben we hier. En we hebben Terra Amorosa. Dus het zijn allemaal woorden met liefde erin verwerkt. Hier staat historici zeggen dat de naam van Porto Luminoso afkomstig is uit de tijd toen piraten aan wal kwamen aangetrokken tot de glinsterende golven. Oké, nou ja, dat is best wel lachen. Nou ja, het zijn dus allemaal romantische plekken. We hebben al een aantal standaard huizen zo te zien. Dit is volgens mij een huurkavel, dus hier kun je ook nog op vakantie. Dat is natuurlijk ook perfect. We hebben hier een nieuwe trouwlocatie. Trouwlocaties zijn trouwens toegevoegd aan het basisspel, ook als kavel. We hebben hier een lege kavel. We hebben hier ook nog een lounge. Dit is een lege kavel. En er wonen ook al wat families, 2 om precies te zijn. Dus ik ben heel benieuwd naar de wereld. Ik ben even benieuwd naar deze kavel, want ik denk niet dat je op het water kan bouwen. Maar ik wil het wel even checken, zoals je in Sulani kan. Dus laten we even kijken of dat het geval is. Jongens, even serieus, wat een prachtige kavel. Hij ligt dus wel echt aan het strand. Maar je kan niet op het water bouwen, want zover loopt het niet door. Waar ik dan wel benieuwd naar ben, is of hier wel een zwembad... We kunnen wel op het strand hier een zwembad bouwen. Oké, dat vind ik leuk, want als je naar Sulani gaat en je hebt een kavel die over het water heen valt, dan kan je daar geen zwembaden of platformen gebruiken die lager gaan dan de standaard grond, zeg maar. Of geen kelders. Dat lijkt hier dus wel te kunnen. Dus daar ben ik best wel enthousiast over. Ja, misschien moeten we deze kavel ook maar gewoon gebruiken om te laten zien wat er allemaal nieuw is in kopen en bouwen. Ik vind het een prachtige kavel. Oké, het ziet er even bijzonder uit, maar ik heb dit even gemaakt zodat we makkelijk dingen kunnen gaan neerzetten. En laten we beginnen bij de bouwobjecten. We hebben geen nieuwe vloer, zo te zien, maar we hebben wel zonvervaagde verf. Nou, dit ziet er natuurlijk helemaal mediterraans uit. Kijk hoe mooi. Oh, het is echt inderdaad een soort van gepleisterd. Het ziet er inderdaad uit alsof de zon het vervaagd heeft. Ik vind het super nice. En volgens mij zijn de kleuren ook echt prachtig. Ja, we hebben echt super mooie kleuren. Echt heel erg leuk. Oh, ik heb echt zin om een mediterraans huis hiermee te gaan bouwen. Dat ga ik sowieso binnenkort doen. Maar dit ziet er sowieso echt super mooi uit, deze kleurverf. Ik maak even alles wit, want dat is een goede basis voor de rest van de spullen. Een goed begin, jongens. Een goed begin. Oké, dan gaan we even kijken bij deuren. We hebben zo te zien 3 nieuwe deuren, maar niet voor de laagste deurhoogte. Eentje voor de middeldeurhoogte en 2 voor de hoogste deurhoogte. Dus dat vind ik eigenlijk ook wel interessant. Aparte keuze. Maar laten we beginnen met deze prachtige boog. Oké, ik ga hem even van deze kant laten zien, want hier is de zon mooier. Maar dit is echt een hele mooie boog, zo te zien. Dit is ook echt een beetje kerkachtig. Ik snap op zich wel dat je hiervan een hoge wil hebben, want dit ziet er super mooi uit. Nou, dan hebben we deze deur. Dit is ook een beetje een kerkachtige deur wel. En het past ook wel helemaal in het Mediterraanse. Het ziet er niet ouderwets uit, though. Het is wel gewoon... Ja, het ziet er gewoon nog mooi uit. Ik vind het echt wel een goede deur. En dan hebben we nog deze hoge deur. Ja, dit is natuurlijk ook perfect voor een imposant gebouw. Ik ben wel enthousiast over de kleuren. Ik vind deze kleur groen ook wel heel erg mooi. Dus ja, dat zijn de deuren die we hebben. En we hebben ook ramen. Hier was natuurlijk iedereen super nieuwsgierig naar. Want we zagen in de trailer al super mooie ramen natuurlijk voorbij komen. Dus ik was ook echt heel benieuwd welke we zouden hebben. Maar voor ramen hebben we er wel een stuk meer. Als we even bij alle ramen gaan kijken.
Kijk, deze kunnen gewoon op elke muurhoogte zo te zien. En dit is toch cute met die luikjes. Oh mijn god. Ik ga ze allemaal even plaatsen. Oeh, oké, ik ben enthousiast. Ik ben echt enthousiast over de ramen. Oké, laten we beginnen met die met de luikjes. Oh ja, kijk. Deze groene kleur vind ik fantastisch. Maar er zijn ook neutrale kleuren. Dit is echt heel mooi. Oh, ze zijn er ook zonder zo'n hekje ervoor. Kijk, deze zijn gewoon zonder die tralies. Of ja, hoe noem je dit? Zijn niet echt tralies natuurlijk. Nou ja, je hebt ze met en zonder dit ding. Snap je? Ik ben hier enthousiast over. Ik ga ervan uit dat het bij deze dan hetzelfde is. Ja, dat klopt. Dat is inderdaad hetzelfde. Die paarsjes zijn trouwens ook tof. Ik vind het echt leuk. Ja, en dan hebben we natuurlijk deze glas in loodramen. Hier was iedereen laaiend enthousiast over. En ik snap het. Ik ben er ook enthousiast over. Ik ben ook echt benieuwd. Je ziet, het enige wat jammer is dat van de andere kant zie je er weinig van. Of is dat nu toevallig net dat ik deze kleur heb? Nee, ik had gehoopt dat je die kleurtjes ook op de grond zou zien in het licht. Dat is helaas niet het geval. Maar dat is misschien ook wel een beetje te moeilijk om te maken. Maar we hebben dus deze kleuren, pasteltinten, wat rodere tinten. We hebben geruite versies. Deze is ook tof, hè? Deze is wat meer traditioneel. Deze vind ik ook prachtig. Hij is weer in het zwart. Ook wat simpelere versies. Ja, ik zie hier best wel heel wat bouwwerken mee vormen. En hetzelfde geldt voor deze smallere. Die heeft eigenlijk een beetje dezelfde vormen. Heel tof ook. Ik hou ook echt van deze witte. En het ronde raam. Daar ben ik ook echt benieuwd naar. Oh ja, deze is ook echt heel mooi. Ja, ik vind het leuk dat er zowel wat neutralere zijn als met heel veel kleurtjes. Ik ben hier echt heel enthousiast over. En dan hebben we nog het romantische gebogen balkon. Die kan je natuurlijk onder je raam hangen. Even kijken welke kleuren we hiervan hebben. Oké, ja, dit zijn gewoon verschillende gesmeden... verschillende kleuren metaal eigenlijk. Daar komt het op neer. Oké, dan ga ik toch even naar de andere kant voor het hek. Ah, kijk hoe cute dit hek. Oké. Dit is het hek wat we hebben. Kijk hoe leuk met die bloemetjes. Ik weet niet welke kleuren. Ik denk een beetje dezelfde kleuren die ook bij de muren zijn. Want we hebben natuurlijk net die muren gezien. Oh ja, het is wel leuk, want de kleuren van de bloemetjes verschillen ook van elkaar. Kijk, dus je hebt verschillende kleuren tralies. Oh, een beetje lastig laten zien. Dit was misschien toch niet de handigste kavel om te laten zien. Nou, een hoop opties voor het hek in elk geval. Ik ben er heel enthousiast over. Er hoort een poort bij, dat is deze. Oh ja, dat is ook wel leuk met dat verweerde hout. Een stenen boog. Ja, echt heel mooi erbij. Deze vind ik ook echt heel erg leuk. Oké, moving on naar de terreinverf. En we hebben hier een nieuwe zandkleurige. En deze heet Ik hou van zand. Het is inderdaad anders zand. Het is eigenlijk dezelfde kleur als die hier al ligt. Maar dan wat fijner. Zie je het verschil? Dus we hebben een nieuwe soort zand. Er is trouwens ook in de gameplay een nieuwe zandinteractie. Dat je in het zand kan schrijven. En kinderen kunnen hier nu ook in het zand spelen. Ook als je eilandleven niet hebt. Dus normaal gesproken was het alleen maar eilandleven. Is in dit pakket nu ook toegevoegd. En waar ik ook enthousiast over was. Even kijken waar die is. Even snel een fontein neergezet, want kijk. Deze zijn nieuw, deze ballen. En deze had ik ook al opgenoemd in de trailer. Oh, deze hebben ook echt een... Oh, als je ze in de fontein zet, krijgen ze een voet eronder. Of lijkt dat maar zo. Ik weet niet helemaal of het dat gewoon schaduw is. Maar als je ze op de grond zet, hebben ze dat niet. In elk geval, we hebben deze gekleurde ballen. Ik dacht eerst dat we deze al hadden, maar die zijn van Wellnessdag. Deze zijn echt vet leuk, want er zijn allemaal kleurtjes. Ik word hier heel erg vrolijk van. Ja, dus je kan allemaal gekleurde ballen gebruiken. Even ter vergelijking, dit zijn degene van Wellnessdag waar ik het over had. Hier komt ook echt water uit. Dat lijkt bij deze ballen niet zo te zijn. Dus die ballen zijn puur voor de sier. Maar ik ben wel blij dat we die hebben. Want ik gebruik die ballen van Wellnessdag dus ook heel vaak. En dan vind ik het eigenlijk een beetje jammer dat er water uitkomt. Want ik wil ze soms gewoon binnen neerzetten. Deze zijn perfect. Ik ga deze heel vaak gebruiken. Waarschijnlijk gewoon in de standaard witte kleur. Ik ben er echt enthousiast over. Oké, jongens. Dan gaan we even door naar daken. Want we hebben ook nog een aantal nieuwe dingen voor daken. Namelijk deze liefdesbel. Kijk nou, je kan hier toch meteen een kerkje mee maken. Ik hou ook echt van dat roze gepleisterde. Dat is iets wat je ook heel veel in het Mediterrane gebied ziet. Maar dit kan je dus allemaal op je dak zetten. We hebben drie verschillende zo te zien. Oh, deze zijn ook tof, hé. Is dat een soort schoorsteen? Ja, het is wel een schoorsteen. Oh, wat leuk. Oké. Ja, heel tof. Ik zal even kijken welke andere kleuren er zijn. Maar dit is dus een soort van trouwbel. Oké, we hebben oranje, we hebben wit, zwart, beige, nog meer beige, nog een soort wit wat... Oh, dan is de kleur van de bel anders. Ik zat te kijken. Oh, het verschil is de kleur van de bel. Oké. Nice. En dan hebben we hier deze toren. Ook heel mooi. En dit dingetje komt dan waarschijnlijk in dezelfde kleuren. Ja, super tof dit ook. Echt heel erg leuk. Nou, volgens mij is dat alles voor de bouwspullen. Dus we gaan door naar kopen. En ik ga gewoon het rijtje af. Dus te beginnen met deze klapstoel. Fantastisch. Dit is echt zo'n ideale stoel voor buiten. Dit ziet er inderdaad uit als een stoel die je op het strand neerzet voor je bruiloft. Hele leuke kleuren, neutrale kleuren. Ik zie niet helemaal wat het verschil is tussen deze twee. Wacht even. Wacht, ik zet ze even naast elkaar ter vergelijking. Ik zie echt... Oké, ja, er zit wel verschil in.
Maar weinig. Ik doe met deze info wat je wilt. En we hebben hetzelfde stoeltje ook, maar dan met planten. En ik ben heel blij. Want ik had verwacht dat we alleen de versie met planten zouden krijgen. De Sims kennende, hè, met de custom content is het vaak zo dat je 600 opties van hetzelfde item krijgt. Maar hier heb je dus ook de optie. Deze stoel met of zonder planten kan kiezen. Oh, hier wil je toch zitten? Even serieus. Dit is waar ik gewoon heen wil nu. Als ik ergens kon zijn op de wereld, was het hier. Op deze stoel, met een koud drankje in mijn handen. Oké, nou, we hebben dus verschillende kleuren wit. Ik denk nu dat die stoelen verschillende kleuren hebben, omdat er ook verschillende kleuren bloemetjes zijn. Dit is in elk geval de versie met en je hebt de versie zonder bloemetjes. Dan hebben we ook deze. Dit is sowieso echt een heel schattig stoeltje. Ook met plantjes, maar ook gewoon dat gevlochten, dat, hoe heet dat ook alweer? Dat webbing, dat vind ik zelf nooit zo heel erg mooi, maar ik vind het hier wel erg bij passen. Ook heel erg leuk deze. Hier hebben we zo te zien ook een versie van zonder de plantjes eraan. Kijk, dit is ook gewoon leuk voor in een opa en oma huis. Ja, ik weet dat het tegenwoordig weer hip is, dat webbing. Ik vind het zelf gewoon niet zo mooi. Maar ik ben wel heel blij met de toevoeging van deze stoel. Want ik denk niet dat we echt al zo'n stoel hadden. Nou, dan hebben we nog deze matje zetel van Beste Bruiloft de BV. Nou, fantastisch. Deze is gewoon mooi ingepakt. Dit is een stoel in disguise. Ah, oh, deze zit ook regenboog. Ja, dit is ook vet leuk voor aan een dinertafel of zo. Ook super mooi. Qua vorm zou dit best wel dezelfde stoel kunnen zijn. Weet je wel? Dat je doet alsof het dezelfde stoel is. Nou ja, I like it. Of is dit misschien deze? Oh mijn god, is deze doorzichtig? Ah, oh, deze is doorzichtig. Oh mijn god, wat top. Oh mijn god, dit is ook fantastisch voor in een kinderkamer. Even serieus, je kan door deze stoel heen kijken. Wacht, kan je dit... Ik zal het even demonstreren aan de hand van de planten. Kijk nou, je kan er gewoon doorheen kijken. Oh, ik vind het zo leuk. Oké, deze is echt heel tof. De kleuren zijn ook tof. Gewoon wit is natuurlijk ook altijd chic. Maar oh, ik had echt niet verwacht dat we zoiets cools zouden krijgen. Nou, dan hebben we een antiek bankje. Het is natuurlijk eigenlijk een soort van kerkbankje. Ja, maar we hebben geen religies in de Sims. Maar ik vind het. Ik heb echt zin om een kerk te bouwen. Ik denk wel dat ik het ga doen. Ik vind het leuk dat er ook een verweerde is. En gewoon een. Dit is zeg maar hoe die er eerst uitzag. Na een paar jaar ziet het er dan zo uit. Heel tof dit. Dit is de harmonieuze tweezitter. Dit is wat meer Aziatisch. Ook met die krans eromheen. Deze is ook heel mooi. Hè? Deze past denk ik ook heel goed bij het Marokkaanse kitpakket. Heel mooi ook. Deze kleuren zijn ook tof hoor. Ja, ik vind deze ook echt cool. Oh ja, er zijn nieuwe zonnestoelen. Dat is ook heel nice. Dus je kan hiermee ook lekker in de zon liggen. Ja, ik hou ook van die pastelkleurtjes. Ik ben erg fan van de kleuren van de bouwspullen in dit pakket, moet ik zeggen. Bam, eettafel. Oké, deze komt met een tafelkleedje. Een doorzichtig tafelkleedje. Mooie textuur. Ook met regenboog. Ik hou hier echt van. Ik word hier echt helemaal enthousiast van. Een roze versie is er zelfs. Oké, het is misschien een beetje licht op deze kavel, maar... Het ziet er echt super mooi uit. De prettafel van hachelige ondernemingen. Oké, ik ga even naar het ochtendlicht, want dan kunnen we iets beter de texturen zien. Maar kijk ook even hoe cool deze is. Er zijn ook weer zat kleurtjes van. En ik vind het leuk dat die kleurtjes ook bij de trouwkleding passen. En bij de spullen in de wereld. En het is gewoon één groot geheel. Dat vind ik, daar ben ik blij mee. Oh, dit is dit een bar? Dit lijkt echt een werkende bar te zijn. Ik weet niet of je hem daadwerkelijk kan gebruiken, maar ik denk het wel. Het lijkt erop dat je hier drankjes in kan zetten. Nou, zelfs als het wel gewoon een decoratie item is, vind ik deze best wel mooi. Ik hou van deze vorm. Ik vind het wel creatief. Zoiets hebben we ook nog niet echt eerder gezien. Nice. Ik vind het wel heel gaaf. Nou, we hebben hier ook een ton van beloften. Dit vind ik ook een hele leuke. Je kan hier ook echt een cool wijnkelder mee maken of zo. Ik hou hiervan. Ik hoop dat je er dingen op kan zetten. Ik denk het wel. Oké, over dingen ergens opzetten gesproken. Dit is, ik heb deze set gewoon in mijn huis, letterlijk. Maar dan in deze kleur. Ja, ik vind het ook leuk. Oh, die gouden is ook mooi, hè. Het is vet leuk om planten op te zetten. Oké, dit ga ik heel veel gebruiken in mijn speedbuilds en zo. Echt heel tof deze. Oh, een dansvloer, jongens. En volgens mij is dit de eerste dansvloer die we buiten Beleefd Samen hebben. In Beleefd Samen heb je natuurlijk al die dansvloeren. Daar krijg je ook de dansvaardigheid erbij. Maar in dit pakket kan je dus wel slow dancing doen. Dus je hebt schuifelen kan je met elkaar. En ik vind ze ook best wel mooi. Ik weet niet. Deze gouden is misschien wel het meest simpel. Ik had het wel mooi gevonden als er ook gewoon echt een witte was. Maar goed, ik ben best wel tevreden met de opties die we hier hebben. Zo te zien is het ook niet de enige. Want we hebben hem geloof ik in... Ja, dit is allemaal dezelfde. In 3 maten. Dus net hoeveel mensen je uitnodigt. Passen ze er allemaal op. Oh my god. Het is de piano. Oh mijn god, dit is echt de mooiste vleugel ooit. Die planten eruit, echt, echt heel erg mooi. Ik vind het wel jammer dat die planten erin zitten. Want anders had ik hem misschien ook nog binnen in je huis gezet. Weet je wel, dan is het gewoon een soort van supercoole kunstzinnige piano. Ik weet niet of je snel thuis in je eigen huis planten erin zou doen dan. Maar even serieus, wat een prachtige piano. De kleuren zijn ook mooi, want we hebben een vleugel in het basisspel. En die heeft 3 kleuren, wit, zwart en bruin volgens mij. Deze heeft echt alles. Deze is ook gewoon, ja, ik ach.
erg fan van. Het is de feestelijke toast-emmer. Ik las troost-emmer. Het is maar net hoe je de bruiloft hebt ervaren, maar het kan voor allebei. Hier hebben we een emmer met champagne. Ik weet niet, het is voor de omgeving. Dus ik denk niet dat je er daadwerkelijk uit kan drinken, maar dat mag de pret natuurlijk niet drukken. Dan hebben we Jusfontein Mark de Vierde standaard. Oké. Kan die hierop? Die moet zeker op een specifieke tafel staan. Oh, kijk. Dit is het Jusfontein platform. Dus er is een speciale tafel. Dit is wel een mooie tafel ervoor. Ik vraag me dan alleen af, als hij alleen op deze tafel kan, waarom het dan niet één object is. Oh, ik denk omdat bij Luxe Feest accessoires, het eerste accessoirepakket voor de Sims dat ooit is uitgekomen, heb je ook zo'n tafel. Dus misschien dat hij daar dan ook op kan staan. Dat zou verklaren waarom het een los object is. Maar goed, je kan nu in elk geval wel onafhankelijk van elkaar de kleurtjes aanpassen. Oké, dus dit is een fontein. Ik weet niet of erbij staat wat je erin kan doen. 7 soorten gloeiend hete jus op jouw manier en een heleboel andere dingen die je gasten misschien willen opslurpen. Dus het lijkt erop dat we best wel wat opties hebben om hierin te doen. Ja, en de tafel is natuurlijk ook gewoon heel mooi. Ook hier weer een mooie regenboog. Oh kijk, we hebben hier ook nog een tafel. Volgens mij kan hij hier ook op staan. Zijn dit schedels of... Oh, ik dacht heel veel dat dit schedels waren. Nee, gelukkig zijn het geen schedels. Oké, ja, dit is een wat meer kroegachtigere tafel. Ja, ook mooi. Dan hebben we hier een bar. Deze. Oh, kijk hoe mooi dat goud glimt. Oh, chic, chic. Oh, ik wou dat we hier een keukenset van hadden die hierbij paste. Er staat hier ook weer een logo op. Hetzelfde als op de dansvloer. Oh, kijk. Hij is er ook zonder logo. Ik wou net zeggen. Ik had het nice gevonden als dat logo er niet altijd was geweest. Maar die optie heb je gewoon. Niet voor elke kleur. Maar dit is wel een chique bar. Ik ben hier best wel over te spreken. Nou, dan hebben we hier een theeset. Hier kan je dus thee mee maken. Ik vind het leuk dat die enveloppen erop liggen. Of ik weet niet helemaal wat het precies zijn. Want we hebben al een keer met de Lunar New Year update een paar jaar terug gratis zo'n decoratieobject gehad. Dat hier perfect bij past. Dus dit sluit helemaal mooi aan. Dus hier kan je thee mee zetten. En zo te zien met deze ook. Oh mijn god, dit is echt zo'n Engelse high tea theeset. Oh, wat lelijk. Het is zo lelijk dat het gewoon weer mooi is. Ja, je wilt toch ook gewoon deze roze? Het kan niet anders. Oké, jongens, we gaan door. Ik ga even het licht weer aanpassen. We gaan door naar de trouwbogen. Tadadada. Het punt van het hele pakket. Kijk wat een mooie boog. Oh, die dingen die hieronder hangen zijn ook echt heel mooi. Ik hou van de bloemetjes. Oké, er zijn echt mooie kleuren ook. Ach, zelfs regenboogbloemetjes. Dit is echt een prachtige boog. Ik ben zo blij dat we een paar nieuwe versies daarvan hebben. Want ik was echt uitgekeken op de bogen die we al hadden. Deze vind ik misschien nog wel mooier. Mooie doorzichtige doek wat er omheen is gedrapeerd. Oh, die roze is ook prachtig. Oké, ik vind het echt heel mooi. Ja, echt heel erg tof. En dat zijn... We hebben er echt 5 of zo. Oh, deze is cool. Jungle bruiloft. Oh mijn god. Oh, dit kan je... Oh, als je naar Salvador Rada gaat, de wereld van jungle avonturen. Jungle bruiloft. Ik ga er tenminste van uit dat dit een trouwboog is. Ja, dit is ook een trouwboog. Oh, ik vind deze echt heel vet. Oké. Oké, die had ik nog niet eerder gezien. Deze is cool. Dit is een wat meer een ruïneachtige boog. Deze zou het weer heel goed doen in Windenburg. Bijvoorbeeld de wereld van Belevend Samen, waar je al die ruïnes hebt. Ja, ik ben echt hierover te spreken. En dan hebben we ook nog deze. En dit is ja een wat meer moderne kerkachtige boog. Ik vind deze ook heel cool. Kijk, in goud is hij. Oh, ik vind het echt mooi. De regenboogkaarsen. Ze zijn echt al oud gegaan met die regenbogen. Oh, dit is hoe heet dit? Poemetjesmobiel. Oké, nou, hier kan je dus blijkbaar je bloemen kopen voor de bruiloft. Deze staat hier als het goed is ook in de stad. Maar je zou dus ergens anders in de wereld ook neer kunnen zetten, mocht je dat willen. Ja, dit is gewoon een soort bloemencaravan. Cute. Een tafelboeket. We gaan even naar de tafel om het tafelboeket te demonstreren. Ja, dit is gewoon een prachtige bos. Volgens mij zijn dit dus ook de bloemen die je bij een bloemenkraampje zou kunnen kopen. Maar we hebben hier ook echt hele mooie opties om je bruiloft mee te versieren. Wow, kijk dit dan. Oké, dit zijn echt bloemen op een soort voetstuk. Oh, kijk hoe vet het is. Dit lijkt me ook vet mooi in een tuin van een landhuis of zo. Wauw, echt wauw. Zoveel mooie bloemstukken. Oké, die bloemstuk op een smal steeltje. Dit is natuurlijk voor langs het gangpad waar je naartoe loopt als je gaat trouwen. Deze is ook heel mooi. Deze past een beetje bij die bijzettafels die we net hadden. Oké, dan gaan we nu naar de slingers. Want we hebben dus blijkbaar ook slingers. Want het is natuurlijk feest. Oeh, ja, we doen het. Laten we ze hier hangen. Oké, goudsbloemenslinger hebben we als eerste. Dit zijn dus blijkbaar goudsbloemen. Nou, weer wat geleerd. Dat wist ik ook niet. Heel mooi. En dan hebben we deze prachtige gordijnen. Ik ben echt van alles in dit pakket misschien nog wel het meest enthousiast over de gordijnen. Want ze zijn als het goed is ook... Ik weet niet, er waren volgens mij ook doorzichtige gordijnen. Maar deze zijn wat kleiner. Ik zal ze straks allemaal even de kleur laten zien hoor. Kijk, wit, roze, peach, rood, roze, blauw. Nou, het zijn hele mooie moderne kleuren.
Wat is het verschil tussen deze? Oh, dit is net een andere kleur wit weer. Zwart is er. Ja, ik zie dit ook gewoon helemaal voor me in je huis gewoon. In je moderne huis. Ze zijn volgens mij toch niet doorschijnend. Dat dacht ik. Maar dat lijkt niet zo te zijn. Maar goed, ik ben er evengoed heel erg blij mee. Oké, dan gaan we verder naar dit. En dit is natuurlijk het bord waarop staat hoe laat de receptie begint. Wie er gaan trouwen. Bla bla bla. Gewoon informatie. Hier tafelschikking bijvoorbeeld. Oh, dit ziet er ook super leuk uit. Echt heel nice. Een fontein. We hebben gewoon een hele volledige fontein. Oh. Deze staat volgens mij ook op het plein in dit dorp. Oké, even zien welke kleuren we hebben. Oh, je kan hier ook nog de bloemetjes van kiezen. Ja, ik vind deze heel leuk. Deze gaat weer goed samen met de romantische tuinaccessoires. Als je die toevallig hebt. Het verborgen trouwpad. Oh! Dit iets subtielere trouwpad kun je op elke vlakke ondergrond. Zoals een vloerkleed, tegelvloer of houten vloer plaatsen. Het is net alsof je opgaat in de omgeving. En de prachtige decoraties nog meer benadrukken. Dat is ideaal. Dus je hebt verschillende trouwpaden. Maar deze is gewoon doorzichtig. Dus als jij je eigen trouwpad wil maken. Of je wil geen trouwpad. Dan kan je deze gebruiken. En die zie je dus niet. Laten we even kijken of we hem voor een gangpad neer kunnen leggen. Oh, kijk. Oh, kijk. Je hebt hier aan het einde dan twee hartjes. Dus daar weet je dan dat je Sims komen te staan. Dus je kan hem wel een beetje zien. Maar hij is echt heel subtiel. Dus hij zal er ook niet in andere kleuren zijn. Nee. Maar wat hebben we dan als alternatief? Ja, bijvoorbeeld deze. We hebben ook een langere. En een, even kijken. Nog meer bloemblaadjes. En we hebben zelfs een nog langere. Oké, volg het bloemenpad. Dit is een tapijt. Daar kom ik straks dan op terug, denk ik. Welke kleuren bloemetjes hebben we? Oké, we hebben rood, we hebben oranje, roze, wit. Ja, vet mooi dit. Verschillende kleuren bloemblaadjes. Even kijken hoor. Is dit ook een trouwpad? Nee, volgens mij is dit gewoon een tapijt, denk ik. Zo, even kijken. Zo kunnen we het iets beter zien. Ja, dit. Oké. Oh, dit kan je dus ook als trouwpad gebruiken. Je zou dus deze kunnen gebruiken. En dan kan je deze erop leggen, bijvoorbeeld. Dit korte trouwpad zie je. Dus dan kun je dit ook. Ja, ik denk dat het zo werkt. Denk ik. Misschien heb ik het fout, maar zo lijkt het te zijn. We hebben hier nog een hele lange. Wow, dit is echt een hele lange. Vet nice. Oké, dan hebben we nog romantische tekenborden. Oké, ja, dit is gewoon voor iets voor aan de muur, denk ik. Decoratie. Oeh, kijk hoe mooie illustratie erop staat. Verschillende kleuren, ook met een hartje. Dan hebben we dit kamerscherm. Ja, dit doet me heel erg denken aan de Sims 3. Daar had je superveel van dit soort kamerschermen. Oeh, I do like it. Ja, best wel mooi. Dan hebben we... Oh, de trouwboog, de pergola. Oké, fantastisch. Ja, ik ben voor. Kijk hoe mooi. Dit ziet er echt top uit. Oké, welke kleuren hebben we? Ja, echt prachtig. Oh, dit is een achtergrond voor foto's. Staat erbij. Ik ben benieuwd welke kleuren we hiervan hebben dan. Oeh. Oh, deze is ook tof. Oh mijn god. Super cool. Oké, heel vet. Dan hebben we nog vlaggetjes. En ik ga even één stok hier neerzetten. Zodat we de vlaggetjes daar tegenaan kunnen hangen. Zo, en die komen dus bij elkaar. Even kijken welke kleuren we hebben. We hebben deze, deze, deze. Oh, deze zijn... Hier kun je doorheen kijken. Wat tof. Oh, gewoon de vlaggetjes ook. En ja, de stok blijft gewoon dezelfde kleur. Nou, nice. Trouwtent van Frekkige BV. Oké, dit is een beetje een wat simpelere trouwtent. Maar hier kun je dus ook onder staan. Dit ziet er een beetje uit als een steigerconstructie. Maar goed, hij heet dan niet voor niks Frekkig BV. Oh, maar in het goud vind ik hem dan toch wel weer chic. Maar ik vind het toch wel nice. Oké. En hij is er dan ook met bloemetjes en lampjes. Dus je hebt twee verschillende soorten. Ja, vet nice dat je die optie hebt in elk geval. Maar dan zijn we er nog niet. Want er is ook nog deze. En dit hoeft natuurlijk niet per se een trouwding te zijn. Dit kan je ook zo tegen je huis aanzetten. Dit is ook gewoon vet leuk een afdakje voor bij een huis. Denk ik zelf. Ik zie het voor me. Ik vind het helemaal top. Oké, we hebben staak door het hart. Dit zijn een soort van... Ja, moet het op een tafel? Of is dit gewoon... Nee, dit plaats je gewoon op de grond. Oké, ja, dit kan je dus in de grond zetten dan, denk ik. Ik weet niet helemaal wat ik hiervan moet vinden. Dit is denk ik niet helemaal mijn ding. Oké, er zijn ook sterretjes en tulpen. Ik hou niet van tulpen. Ik vind tulpen geen mooie bloemen. Oké, dan hebben we hier nog een bloeiend pronkstuk. Ik denk dat dit wel op tafel moet, toch? Ja, oké, dit moet wel op tafel. Dus hier staan wat kaarsjes en wat bloemetjes. Dus dit is voor, ja, om je tafel mee aan te kleden. Dit ziet er ook vet leuk uit. Kaarslicht compilatie met een orchidee. Ik heb ook niks met orchideeën. Ik vind dat zulke goedkope bloemen. Ik weet niet. Ik weet niet of andere mensen er ook zo over denken. Ik heb gewoon niks met orchideeën. En dan hebben we nog een exotische, elegante lamp. Deze is wel heel erg leuk met die bloemetjes erbij. Ja, dit is ook weer zo'n Marokkaanse lamp. Ik vind deze ook echt top. Dan hebben we ook nog een staande lamp. Even kijken. Dus dit is een Chinese lantaarn. Deze is ook echt cool.
Oh, vet hoor. En dan hebben we er één voor aan de muur, zo te zien. Kijk, dit zijn gewoon kaarsjes. Ja, dit past natuurlijk ook weer goed in een kerk bijvoorbeeld. Kijk, mooi met het hout. En dan tot slot nog de bal. Maar die heb ik net al laten zien. Dus dit is het, jongens. Dit was het, denk ik, voor de spullen in dit pakket. Wat vinden we ervan? Even recap. Wat vinden jullie? Ik moet zeggen, ik ben heel tevreden. Ik ben heel enthousiast over de ramen, de gordijnen, alles met planten. Ik vind de stoelen mooi. Ik vind het echt wel een hoop mooie dingen voor in een gamepack. Het is natuurlijk niet zoveel als bij een uitbreidingspakket. Maar ja, ik denk wel dat het echt precies de spullen zijn die je hiervoor zou willen hebben. Dus ik ben er wel enthousiast over. Laat even in de reacties weten wat jij ervan vindt. En ik wil je ook vragen, als je deze video leuk vond en je bent nog niet geabonneerd op mijn kanaal, doe dat dan alsjeblieft. Want ik wil heel graag dit jaar de 25.000 abonnees halen. En het zou moeten kunnen lukken met jouw hulp. Als je de video leuk vond, geef hem natuurlijk ook een like. En ik zie je hopelijk weer bij de volgende video. Dus heel erg bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei doei!